hartstikke door. Ja, welkom bij het noordelijk deel van dit groot lijsttrekkersdebat. Namens Omroep Friesland, TV Drenthe en TV Noord. Vanuit dit prachtige academiegebouw hier in Groningen. En we hebben al heel veel gehoord, hè, over de AOW, over de zorgpremie, over de hypotheekaftrek. Maar nu willen we van onze lijsttrekkers weten, wat willen ze met het noorden? We gaan eerst even een test doen, of niet, Edwin? Een klein quizje doen we overigens met 7 lijsttrekkers. De heer Wilders van de PVV was uitgenodigd, heeft helaas af laten weten. Het is even om erin te komen, hè? Goed volksvertegenwoordiger. Ja, u kent het hele land. U komt van ver weg, uit Brabant, hè? Ja. Zal ik met u beginnen dan maar? Oh jee. Ja. Ik kan het maar gehad hebben, hè? Een sportvraagje maar even dan. Hij woont in Drenthe. Hij woont in Drenthe, heeft successen gehad in Groningen de afgelopen jaren en verhuist nu naar Friesland. Over welke man hebben wij het? Het is een voetbalvraag, help ik u een beetje, meneer Roemer. Ja. Oh ja. Is voetballer. Ja. Meneer Cohen weet het. Nu trainer van Groningen en hij gaat naar Heerenveen. En zijn naam is? Ja, kom op. Ron Jans. Ik vertel u er trouwens even bij, hier valt niets mee te winnen, behalve wellicht een sympathie van de kijkers, van de stemmers. En de spreekwoordige eeuwige roemer natuurlijk. Kunnen we hiermee verdienen. De eeuwige roemer, ja. Ja. U hebt een Friese vrouw, hoorden wij al. Ja. En ik heb ook na aanleiding van het halfje wit bij Nova heb ik me nu op een suikerbrood voorbereid wat het kost. Dus ik kom maar op. Ga ik niet vragen. Met welke kreet is Piet Paulusma bekend geworden? Wat zegt u? Met welke kreet is Piet Paulusma bekend geworden? Oetmon. Wie zei dat? Ik. Meneer Balkende. Wat was het? Wat was het? Dat wist u niet, mevrouw Halsema? Jawel. Ja. Dat was even weggezakt. Ja. Ik heb een. U bent voor de getallen, weten wij. Ja. Hoeveel mensen wonen er in de drie noordelijke provincies? Wat zullen we zeggen? 2 miljoen. 2 miljoen. Nee. Is er iemand die er overheen kan, meneer Rutte? Minder. Ik dacht dat het ongeveer 1,5 miljoen was. 1,2. Ja. Nee, het zijn de 1,7 miljoen, om precies te zijn. 1.714.000 en 269. Maar we kunnen er 2 naast zitten. Ja. Meneer Roemer, u lijkt me wel een vakantietype. Op de camping. Ja. Ja, zeker. Schiemen de Koog. In welke provincie ligt Schiemen de Koog eigenlijk? Ik denk Friesland. Wie souffleerde dat eigenlijk? Nou, de VVD. Sinds de Twitter van gisteren ben ik helemaal bevriend met Ineke. Ja. Dank je wel, Ineke. U wijst Ineke van Gent van GroenLinks. Nou, we blijven even bij GroenLinks, mevrouw Halsema. Ja. Hoe ver is het eigenlijk van Groningen naar Den Haag? Hoeveel kilometer? Ja. 200 kilometer. Iemand anders die daar... Meneer Cohen? Van Groningen naar Den Haag is dichterbij dan van Den Haag naar Groningen. Precies. Daar gaat het om. Ik zit midden in de auto. Overigens wil ik nog wel een getal van u horen. Nog wel een getal van u graag. Want zo mag ik het ook niet meer weg. Moet ik zeggen. Dus 100, 200. Ik denk iets meer dan 200. 260. 250, precies voor meneer Cohen. Heel goed. Meneer Rutte, ja. Ik heb een sportvraagje voor u. Oh nee. Jawel. Het is ook een beetje... goed dat ik even met Jacques Tichelaar overleg. U bent zo met de debatten bezig de laatste tijd. Of u een beetje opgelet hebt op andere nieuws. Groningen heeft er een landskampioen bij. Die ploeg heet de Flames. Welke sport beoefenen zij? Basketbal, hè? Ja. Dat wist ik. Maar goed ingevoerd. Nu nog voor zeg maar de zaal verlaten. Meneer Rauwvoet. Ik pas. Nee. En deze is mijn excuus aan de Friese kijkers, want ik moet dit ook uitspreken. Oh, maak deze zin eens even af. Butter, Brière en Green at Seas. Nee, ik kom niet verder dan het pompenbletje. Iemand van u? Nee. Kom op. Een grede cheese. Nice try. Ik ving zoiets op. Grede cheese. Ik had gehoopt dat iemand van u het zou weten, want nu moet ik het afmaken waarschijnlijk. Ja. Mag ik stilte vragen? Ja. Werd dat not sissekin is Jan op Roch de Vries. Is dat goed? Ik kon er niet op komen. Ja. Oké. Okay. Nee, het lag voor mijn tong. Nou, dan doe ik er nog eentje voor u. En wat betekent het? Dan doe ik er nog eentje voor u, want die zit nog niet zo hoog in de score, hè, meneer Rauwvoet. Nee. Waarom ben ik dan weer de klos? Ja. Wie zei, en u mag de zin ook wel afmaken hoor, ik bid niet voor... Ah, ja. Nee, jij was het niet. Nee. Jij was het niet.
Nee, dat was Bartje. Dat was Bartje. En waar bidt hij niet voor? Brune Bonen. Heel goed. Ja. Ja, dat vond ik een weggeventje, hoor. Ja, ja, cool. Nou, mag u ook eentje afmaken in de Rutte. Oh, ja, 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 ja. Eentje in de Drenthe. Hij moet ook een keer. Ja, ja. Okay. Ik vergeet hem niet. Okay. Van Lauwerszee tot... Dollard to... Touw. Touw. Dollard Touw. Maar ik reken het goed. Oké. Okay. Ah, vind ik wel. Ik heb ook nog een sportvraagje voor u, meneer Balkende. Wanneer was de laatste Elfstedentocht en wie won hem? 97. Ja, dat is goed. Even kijken hoor. Henk? Ik vind het te lang duren hoor. Henk Algenent. Henk Algenent, inderdaad. Henk. Ja. Zullen we er nog eentje doen? Tot besluit. Wie is de zeehondenmoeder? Oh ja. Leni het hart. Leni het hart. Ik ga geen bokaal uitdelen, maar u hebt u een beetje weten te verweren in deze quiz. Dank u wel. Dank. Leni het hart. Joeke. Nou, dat was even een spannend moment, toch? Of vond u het moeilijk? Ik vond dit het moeilijkste tot nu toe van de Maar dan is het nu gelukkig weer... Gelukkig is het nu weer tijd voor debat. Ik vond jouw antwoord. Want er zijn hier toch problemen hier ook in het noorden. En een van die problemen is de leegloop van het platteland. De krimp. De komende jaren trekken meer en meer mensen weg uit kleine dorpen op het platteland. En met hen de voorzieningen. Worden het onbewoonde spookdorpen of moeten ze tegen de vlakte? Nou, hier in Ganzedijk weten ze sinds februari 2008 hoe dat is. Ze zijn gek. Ze zijn allemaal gek. Dit ken uit. Zo'n mooie buurt. Was eens kijken. Nou, dit is toen nooit weer. Je kan maar zo gehoord. Iedereen kan iedereen. We hebben straks activiteit. Waarvoor dan nog? Dan is helemaal niks meer. We hebben straks in het jaarmarkt. Nou, kan je alles wat schudden. Ganzedijk wordt na protesten van de bewoners van de sloophamer gered. Maar de leegloop van het noorden lijkt niet tegen te gaan. In de komende 15 jaar krijgt ruim 2/3 van de noordelijke gemeenten te maken met krimp. Uit het stedelijk gebied daar zal het aantal inwoners dalen, maar ook in de woondorpen. Dat zijn de dorpen waar niet of nauwelijks voorzieningen zijn. En de belangrijkste trek zal met name zijn naar centrumdorpen. Dus de wat grotere dorpen in het plattelandsgebied. Door de leegloop verdwijnen steeds meer voorzieningen en worden de dorpen nog minder aantrekkelijk. Maar de bewoners blijven positief. Omdat er steeds minder ruimte overal komt, zijn er steeds meer mensen die juist de ruimte op gaan zoeken. Dus ik kan me dat echt niet voorstellen. Ik zal hier ook groot van, die misselijn rijk te meer. Ja, echt zo. Want ik ben gewoon verknarren en deur. Het is echt als deur. Zo is het wel. Moet Den Haag ingrijpen om het platteland leefbaar te houden? Door bijvoorbeeld extra steun te geven aan kleine basisscholen? Of is dat weggegooid geld? En hoe zit het met huiseigenaren die met onverkoopbare woningen zitten? Krijgen die een steuntje in de rug? Of biedt krimp juist ook zijn voordelen? Bijvoorbeeld voor randstedelingen die op zoek zijn naar een tweede huis. Ja, er is dus genoeg te debatteren over dit onderwerp. En u ziet dat we hebben de opstelling iets veranderd. 4 lijsttrekkers gaan debatteren over dit onderwerp. De overige 3 lijsttrekkers krijgen na dat debat nog 30 seconden de tijd om ook hun mening hierover te geven. De stelling is, krimp is niet het probleem speciaal voor het platteland of het noorden. Misschien wel het probleem. Maar zeker de Rijksoverheid zal ook bij moeten dragen aan de oplossing hiervan. Meneer Cohen. De aftrap in de richting van uw collega's. Ja, nou, ik zou eerst willen zeggen dat naar mijn gevoel het allerbelangrijkste is dat in het gebied zelf erkend wordt dat die krimp er is. En dat men hier ook nadenkt over de vraag hoe je tot die andere levensvorm moet overgaan. Is het zo dat het erkend wordt dat die krimp er is. De vraag is nu, wat kan de overheid doen? Ja, maar ik vind dat dat pas in de tweede plaats komt. En het lijkt mij goed om dat even op die manier ook neer te zetten. Dus in de allereerste plaats betekent het hele goede vormen van samenwerking. Zowel in de publieke sfeer, gemeenten, provincies, maar ook als het gaat over scholen, als het woningcorporaties gaat. En het voorbeeld wat net genoemd werd, zorg er dan voor, als er een nieuwe school komt, dat je dan ook een school maakt die ook een hele tijd kan blijven bestaan. Dus stel je erop in. Dat is punt 1. Punt 2 is dan zo, zeker die krimp. En dat is ook terecht, is dat in het afgelopen kabinet door minister Van der Laan is dat ook echt op de kaart gezet. We zullen daar ook vanuit de Rijksoverheid iets aan moeten doen. Dat is ook een vorm van solidariteit. Als je kijkt dat in het Westen, daar zit heel veel economische groei. Maar wat heeft u dan het platteland te bieden?
Als u zegt, dan moeten we wat doen. Nou, ik vind dat je dan. Ik vind dus in de eerste plaats dat het hier zelf bekeken moet worden van wat zijn nou de manieren om die krimp tegemoet te treden. Ik wil graag een reactie van meneer Pechtold hierop. Nou, krimp, we hebben de afgelopen 20 jaar hebben we veel grote stedenbeleid gehad vanuit de Rijksoverheid. En ik vind dat er nu de komende jaren ook krimpbeleid moet komen. Het is niet alleen uniek voor dit deel van het land, ook in Limburg en Zeeland komt het veel voor. We zouden expertise daarover eens vanuit Europa, Frankrijk kampt er al veel langer mee, zouden we ook naar Nederland kunnen halen. Het is van groot belang dat in de eerste plaats, dat ben ik wel eens, het erkend wordt. Laat ik eens een knuppel in het hoenderhok gooien. Wat er gebeurd is in Ganzedijk is natuurlijk eigenlijk is een pleister op wonden, maar is niet uiteindelijk haalbaar. Zolang we nog bij kleine kernen blijven bouwen, zolang we, wat in Oost-Groningen nog gebeurde, 3 basisscholen naast elkaar zetten van de verschillende denominaties die alle 3 daardoor geen toekomst hebben. Ik vind dat er een grote taak ligt ook voor het landsdeel om dat met de bevolking hier te bespreken. Maar u zegt dus hiermee dat er te weinig gebeurt? Nou, ik vind dat het helderder moet worden dat je echte keuzes moet maken. Nogmaals, Ganzedijk is een oplossing. We hebben hier nu geconstateerd dat het probleem er is. Ik heb van u nog geen concreet jawel, iets gehoord. Dan is de Rijksoverheid, dan is de Rijksoverheid in staat om te helpen. Bijvoorbeeld door leraren die misschien hier nu een baan niet kunnen vinden om daarmee te helpen. Om te zorgen dat de leefbaarheid kan bevorderd worden door de bereikbaarheid te verbeteren. Maar ik vind dat je dan eerst de lab-oplossingen zoals Ganzedijk van z'n allen moet durven vast te stellen. Dat kan dus niet. Meneer Balkenende. Het is een vraagstuk dat overal voorkomt. De heer Pechtold zei terecht, dus heeft Vlaanderen en Limburg. Net in de Achterhoek hoor ik precies hetzelfde verhaal. Gelukkig zijn heel veel mensen er nu mee bezig. En dat betekent dat je hebt in te stellen op een nieuwe werkelijkheid. Corporaties kunnen zeggen van je gaat bepaalde woningen afbouwen en je zorgt dat er een betere kwaliteit voor in de plaats komt. Dat kan als je op termijn dat gaat investeren. Wat betreft de voorzieningen kun je natuurlijk heel goed kijken van welke taken deel je toe aan verschillende kernen. Ook daar kun je afspraken over maken. Wat betreft het onderwijs, dat werd even genoemd. Ik vind dat je wel moet kijken of er geen uitzonderingsclausules moeten zijn, dat vinden we als CDA, voor die kleine scholen die anders ten onder zouden gaan. Ja. Ja. Precies, want anders dan valt alles weg. Dus zeg maar, de kleine school is wat u betreft belangrijk voor de leefbaarheid in het dorp. Ja, school is ontzettend belangrijk. Maar geen 3 kleine scholen van 3 demo is voor het CDA wel een belangrijk punt om te erkennen dat het dus, wat in Oost-Groningen tijdens een werkbezoek van Van der Laan nog werd vastgesteld, dat er 3 schooltjes worden gebouwd. Dat is 3 keer niet overleven, omdat er van 3 kleuren een school moet staan. Als u als CDA aangeeft, en dat zou ik belangrijk vinden, dat gaan we ook onze bestuurders meegeven als niet toekomstbestendig, dan hebben we een belangrijk punt. Dat is een zaak van de schoolbestuurder. Ik zie ook wel dat je niet alles overeind kunt houden. Nee, maar je kunt. Het is zeer wel denkbaar dat wanneer wat schoolbesturen zeggen, in de ene kern heb je wat protestants-christelijke school. Dat is wat anders. Ik vind dat je die discussie met elkaar aan moet gaan. Dat betekent niet dat je alles automatisch hoeft samen te voegen. De kern is van, is er ruimte voor kleine scholen? Maar en hoe dat samenwerking, dus, dat moet mogelijk. U vindt dus wel dat als in een bepaalde gemeenschap er eigenlijk nog maar plaats is voor 1 school, dat dan die denominaties ook echt bij elkaar moeten gaan zitten om ervoor te zorgen dat er ook maar 1 school komt. Dat meneer Rauwvoet eerst. Nou, misschien een paar in de eerste plaats opmerking van de heer Pecht. Nou, ik kan het ook wel oppakken. de mannenbroeders. Ik weet niet of er dan hetzelfde antwoord komt. Nee, maar dat zeggen we zo meteen even bij meneer Balkenende, oké? De eerste opmerking tegen de heer Pechtold zou wel zijn, we kennen geen landsdelen en dat moeten we zo houden. No. Dat is wel van belang. Het valt me op dat het een bescheiden applausje is. Ze denken er hier inmiddels anders over dan u. Die discussie. Meneer Rauwvoet. Juist de Drenthe, de Fries en de Groningers hebben bewezen dat je door samenwerking heel ver komt en dat je een vuist kan maken in Den Haag. En dat is de goede route. Maar we komen wel heel snel in de betogende heer Pechtold, heel snel bij de vrijheid van onderwijs. Ik vind het wel een reëel punt hoe scholen, en ja, ze moeten bij elkaar gaan zitten. Maar het is wel een initiatief van de mensen zelf. Dat gebeurt ook. We hebben mogelijkheden gemaakt. Ik ben daar altijd kritisch over geweest. Maar gegeven de nieuwe realiteit, samenwerking scholen, in die situatie waarin ze zeggen, dit is niet meer te overleven. Het is van belang dat er goed onderwijs blijft voor de leerlingen. Wat ik belangrijk vind als uw vraag is, wat moet de overheid doen? Dan hebben we verschillende overheden. Ik heb in het begin even verwezen naar de regio Noordoost-Friesland. Daar is de provincie, de gedeputeerde, met de 5 betreffende gemeenten en dat brede netwerk bij elkaar gaan zitten, omdat ze niet gaan zitten wachten of er misschien meer geld uit Brussel of Den Haag komt. Maar heeft men zelf een masterplan sociaal-economische vitaliteit 2030 gemaakt, als we willen onze voorbereiden. En dan kom ik bij die mensen uit dat filmpje. Dan blijkt dus, dan moet je ook accepteren dat bepaalde voorzieningen in jouw dorp er niet meer zijn.
maar dat die het regiovoorzieningen worden in de grotere dorpen. Ik merk dat er een omslag is, dat ze in Noordoost-Friesland daarmee bezig zijn en in meerdere regio's om het zelf op te pakken. Maar dan vind ik dat de Rijksoverheid erbij moet komen. We zeggen, we hebben altijd een groeikernenbeleid gehad, we moeten nu ook een krimpkernenbeleid gaan opzetten. Dat is een reëel probleem. En wat houdt dat niet alleen in, dat krimpkernenbeleid? Nou, dat je dus ook bepaalde middelen extra moet doen naar die regio die met die krimp te maken krijgen. Dat speelt nu al. Dat gaat richting 2030 nog veel meer spelen. Het gaat om hele grote bedragen. Dat is bedragen. Niet alleen het probleem van de regio, wil ik maar zeggen. Ja, maar politiek gezien is het wel belangrijk dat de heer Cohen en ik antwoord krijgen van de heer Balken. Ja, dat heeft hij nog even te goed. Of hij ook bereid is om, als het om het onderwijs gaat, om ook vanuit het CDA te zeggen, bestuurders, let op, niet drie schooltjes. Zorg dat je samenwerkt in één schoolgebouw. Ik heb dit erover gezegd zo even al. Wanneer het gaat om de vrijheid van onderwijs, is dat een groot goed in Nederland. En ik heb ook aangegeven dat wanneer je een hele hoop kleine kernen hebt, dat hoeft niet te betekenen dat je in elke plaats een kern dezelfde oplossing kiest. Want het kan best dat door de samenstelling van de bevolking je zegt, nou, het is evident dat je hier een protestants-christelijke basisschool zou moeten hebben. En in een andere plaats kan het heel anders liggen. Wat mij omgaat is, zorg dat er contact is, stel prioriteiten, kom met elkaar in contact. Kan het zijn een samenwerkingsscholing? Ja. Kan het zijn dat je een keuze maakt voor een bepaald type school, omdat dat het beste aansluit bij de bevolking, dan moet je dat ook hebben. Maar de samenwerking die zal er moeten zijn tussen besturen. Maar het gaat wel met een achtneming ook van het groot goed in Nederland. En dat is de vrijheid van onderwijs. Maar daarmee zegt u dus in feite dat als het in een bepaalde kern er toch nog het niet lukt om twee denominaties bij elkaar te krijgen, dan moeten ze het zelf maar weten. Als de uitkomst zou zijn dat alles wegvalt, dan zou dat buitengewoon dom zijn. Iedereen moet één school. Is het één of is het ander? Moet er dan één komen of zegt u dan als ze er niet uitkomen, dan toch maar twee? Als nu een schoolbestuur aan de ouders zouden zeggen, we hebben liever op grond van het profiel van de school dat onze zoon of dochter of onze kinderen naar een dorp 3 kilometer verder gaan en we zijn bereid dat te accepteren, dan hebben ze die vrijheid. Ja. Als ze de want zo werkt dat bij ons. We gaan niet op een gegeven moment zomaar in de vrijheid treden die zo groot is in Nederland. Dat is een antwoord. We hebben het steeds over het onderwijs. Wat is, als je ziet naar de basisvoorzieningen, wat moet een dorp echt hebben? Wanneer is een dorp leefbaar, volgens u? U bent niet zo'n dorpsmens, hè, geloof ik. Ik moet eerlijk zeggen dat ik ooit geboren ben in Heemstede. Dat nou, nog zeggen wel. Dat een dorp was. Nee. Maar die basisvoorzieningen? Ik vind dat heel moeilijk om die vraag te beantwoorden. Want de vraag is dan, wat is een dorp? Zijn dat, is 5 huizen, is dat ook al een meneer dorp? Meneer Pechtold, zegt openbaar vervoer. Ik denk dat openbaar dat vervoer, voor, denk omdat dat veel mensen van de auto is. Afhankelijk zijn. Maar als je ouder bent of jonger en je hebt er nog geen geld voor. Dat openbaar vervoer om naar je werk te komen, naar je onderwijs te komen. Dat is het allerbelangrijkste. Er zitten hier ook rijke provincies tussen. Hè? Is dat zo? Ja, natuurlijk. Er zijn er ook provincies die nog geld hebben van energiebedrijven. Maar van als u zegt openbaar vervoer, dan wordt er ook veel geklaagd van ja, maar er is niet genoeg geld. Nou ja, maar ik vind daar liggen de keuzes de komende jaren. Als u vraagt wat is een belangrijke basisvoorziening, zeg ik openbaar vervoer. Oké, meneer Malk. Ja, ik begrijp natuurlijk het openbaar vervoer, maar hou alsjeblieft rekening met de automobilisten in deze omgeving. Je maakt gebruik van de auto, dat kan haast niet anders. Ik zou een ander punt willen noemen. We hebben het over gehad over woningbouw. Corporaties. We zien dus nu dat er bepaalde heffing is voor alle corporaties. Ik denk dat we daarmee moeten oppassen, bijvoorbeeld de vogelaarheffing. Juist in het landelijk gebied, omdat daar sprake is van krimp. En die corporaties die hier bestaan, die hebben wel hun geld nodig om te kunnen investeren in de toekomst. Ander type woningen, misschien minder woningen. En dat merk ik als ik in Zeeland kom, of in Limburg, maar ook hier. Dat men wel zegt, je moet nu al een bouwprogramma doen voor de langere periode. Dus die vrijheid en die ondersteuning hebben de corporaties ook wel nodig. Ja, even. Ik eens. Volgens mij zijn we het punt van het openbaar vervoer gauw eens. Ik bedoel, er moet meer geïnvesteerd worden in het regionaal vervoer. Maar zegt u hier dan nu toe dat er meer geld komt voor openbaar vervoer? Kijk naar de provincie. Nou ja. Luister, de provincies hebben ook een provinciefonds. Kom, dat is een aparte democratie. Kunt u volgende jaar weer naar de stembus. Misschien mag ik er nog een punt aan toevoegen. Ja. Want wat ook een mogelijkheid is waar het Rijk sturingsmogelijkheden heeft, is gewoon de verdeling van gemeente- en provinciefonds. Zeker. Daar telt nu bijvoorbeeld het inwonertal sterk mee. Dat gaat dus als er in een regio krimp is, dan gaat het dus naar beneden. Dat kun je dus veel vertragen, waardoor de omslag niet zo snel komt en mensen zich ook kunnen prepareren op de nieuwe situatie. Dus ik vind het van belang om te kijken naar de manier waarop gemeente- en provinciefonds worden verdeeld. Openbaar vervoer moet je doen, zeker als in een aantal grotere gemeenten en dorpen dat daar de voorzieningen komen. Dan moet je dus wel zorgen dat die mensen uit die andere dorpen daar kunnen komen. Ja. Laatste opmerking, als je zegt van, denk ook om de automobilist hier, dan zou ik tegen de heer Balkenende willen zeggen, hou dan vast aan dat gedifferentieerde systeem van de kilometerheffing en niet aan de platte kilometerheffing. Want dan betalen ze allemaal hetzelfde. Dat lost hier niks op.
Dat lost niks op. Nee, want nee, u weet dat het systeem te maken had met spitsen. Het heeft te maken met de grote steden. Maar dat lost deze Het betekent dus op al deze punten dat je dus vanuit het Rijk rekening moet houden met deze fundamenteel andere situatie die we nu krijgen. Namelijk dat er krimpgebieden zijn. En daar zijn onze regelingen op dit ogenblik onvoldoende op ingesteld. En die moeten we daar dus wel op instellen. Nou, maar ik vind het laatste woord. Ik vind, we moeten in verkiezingstijd ook eerlijk zijn. Hè? U vraagt, is er geld? Bij geen van de partijen staat er geld, behalve bij het CDA. En dat is niet gedekt. Okay. En bij ons voor het regionaal OV. Ja, nee. Bedankt voor dit debat. U mag weer naar uw plek. We hebben nog 3 lijsttrekkers die nog het laatste woord mogen hebben. Zoekt uw plek weer op. Mevrouw Halsema, u stond nee te schudden. Dat kunt u nu verwerken in uw 30 seconden. Krimp is een serieus probleem voor de gemeente waar het om gaat. Ik denk dat je een aantal dingen moet doen. Je moet er realistisch mee omgaan. En dat betekent bijvoorbeeld dat je geen onnodige wegen aan moet gaan leggen die kostbaar zijn, maar nergens naartoe leiden. Zoals bijvoorbeeld de centrale as die door een prachtig natuurgebied gaat. Wat je wel moet doen, is het streekvervoer op peil houden. En GroenLinks is de enige partij die ook de komende jaren 2,5 miljard investeert in streekvervoer. Verder zal je moeten fuseren en je zal scholen moeten laten samenwerken. Meneer Roemer, voor u 30 seconden. Scholen, dat is heel belangrijk. Maar laat ik het een keer eens zijn met de heer Balkenende. Hij heeft natuurlijk een heel belangrijk ding gezegd. Corporaties die hebben een hele belangrijke rol, zeker in deze gebieden. En die worden nu belemmerd. Dat zijn vaak niet de rijkste corporaties. Die worden belemmerd met de vogelaarheffing en met de winstbelasting. Die twee, daar moeten we van af om te zorgen dat corporaties ook daadwerkelijk in de regio hun taken kunnen gaan doen. Een ander belangrijk ding is het openbaar vervoer. Er zal in de regio fors geïnvesteerd moeten worden in bereikbaarheid. Want op dit moment is bijna overal op het platteland dat voor de meeste mensen het openbaar vervoer geen alternatief is. Een punt. Meneer Rutte. Wat ik wil bereiken is dat er een omslag komt. Hè, dat we die krimp ook echt gaan bestrijden. Dat we het platteland sterker en vitaler maken. Wat niet helpt is een CDA-staatssecretaris die zegt: koop geen huis op het platteland, want ze gaan in waarde dalen. Dat geeft natuurlijk grote problemen. Dat moet je vooral niet doen. Wat je wel moet doen is bijvoorbeeld investeren in veiligheid. De aanrijdtijd van de politie is nu meer dan een uur in veel plattelandstreken. Die moet terug en dat betekent dat wij 1000 agenten minimaal extra nodig hebben voor het platteland. Wat we ook moeten doen is ervoor zorgen dat er ondernomen kan worden op het platteland. Agrarische ondernemers moeten de ruimte krijgen. Die moeten de ruimte krijgen om te ondernemen zodat er weer bedrijvigheid op het platteland kan ontstaan. En bedankt allemaal voor uw bijdrage. Edwin, je hebt nog iets te bespreken, dacht ik. Een volgend thema doen we eigenlijk volgens hetzelfde stramien. 3 lijsttrekkers in dit geval gaan hier zo meteen discussiëren. Daarna mogen er 4 nog reageren. Erover gaan we dan praten. We praten over een onderwerp dat hier wel de tongen losmaakt in het noorden. De opslag van CO2 in de bodem. Hier, kilometers onder de grond bij Roden, ligt een oplossing voor het klimaatprobleem. De opslag van CO2 in lege gasvelden en zoutkoepels. Na een proef in Barendrecht zijn Drenthe, Groningen en Friesland aan de beurt. Dan laten ze die troep maar in het westen houden, lijkt me beter. Als dat nodig is, dan moet dat toch? Want er is volgens mij veel te weinig van bekend om dat nu al onder de grond te stoppen. We hebben die zoutkoepels en we hebben allerlei opslagmogelijkheden, dus probeer het maar, zou ik zeggen. Bijna alle gemeenten in Groningen, Friesland en Drenthe liggen boven locaties die geschikt zijn voor de opslag van CO2. De lege gasvelden en zoutkoepels maken het noorden erg aantrekkelijk. Dat levert kennisontwikkeling op en economische ontwikkeling en dus ook banen. Wij zeggen nee, geen CO2! Er is veel onduidelijkheid over de risico's van CO2-opslag. Friesland is tegen, Groningen twijfelt en ook in Drenthe zijn er vraagtekens bij de veiligheid. Er zijn nog steeds tegenstrijdige berichtgeving over. En zolang het niet zeker is dat het veilig is, moet je er sowieso niet aan beginnen. Het laatste woord is aan de nieuwe regering. Die bepaalt of de plannen doorgaan. Het kabinet kiest met gemak. Drenthe weer als afvalbak. CO2, nee. Als het redelijk onderbouwd en goed onderzocht is, ja, en het wordt relatief veilig geacht, dan moet het dan inderdaad ook maar onder mijn voeten. Moeten wij hier in het noorden de troep van de Randstad opruimen? En wat krijgen we daar eigenlijk voor terug? Aardbevingen, grondverzakkingen? Of wordt de opslag van CO2 de nieuwe motor van de noordelijke economie? Maar wie gaat er eigenlijk over? En wat heeft Noord-Nederland daar zelf over te zeggen? Laat ik het gelijk maar eens in het midden droppen bij u drieën hier. Wie van u zou het graag in de voortuin of de achtertuin willen hebben? Ja, dan blijft het stil, hè?
Nee, ja, niemand dus. Het is een ingewikkelde verhouding dit, want volgens mij hebben deze drie partijen ook tegen de CO2-opslag in Barendrecht gestemd. En ik denk dat het belangrijker is om eerst even te markeren dat de risico's, in zoverre we ze kennen, van CO2-opslag te overzien zijn. Het neemt niet weg dat het GroenLinks vindt dat je geen CO2-opslag moet hebben onder bewoond gebied. Als er een experiment plaatsvindt, moet dat op zee zijn. Veel belangrijker nog is dat CO2-opslag misschien noodzakelijk is op een korte termijn, maar het is eigenlijk niet gewenst, want het hoort natuurlijk bij kolencentrales. En wat we vooral moeten doen is zorgen dat er geen nieuwe kolencentrales komen en dat de kolencentrales die er zijn gesloten worden. Wij doen twee concrete voorstellen en ik wil eindelijk eens van de VVD weten of ze daarmee instemmen. 1. Een heldere CO2-norm voor nieuwe kolencentrales of voor nieuwe energiecentrales. Waar we er twee van hebben straks in de Eemshaven. Ja, nieuwe energie, waardoor kolencentrales niet gebouwd kunnen worden. En op de bestaande kolencentrales stellen wij voor een kolenheffing in het leven te roepen, waardoor ze nauwelijks nog rendabel zijn. Punt achter de zin, meneer Rutte. Eerst over de CO2-opvang. Dat is met heel veel risico's omgeven. Er is nog heel veel onbekend. Dus je moet er buitengewoon terughoudend in zijn. Daarom hebben ook wij de VVD gestemd tegen de CO2-opvang onder Barendrecht. Er is nog een andere reden om het niet te doen. Er is heel veel extra energie nodig om CO2-opvang mogelijk te maken. Zo'n kolencentrale moet meer dan 20% extra produceren om dat voor elkaar te krijgen. De belangrijkste reden is dat ik wil naar een hele andere energievoorziening in Nederland. Ik zou willen dat wij massaal inzetten op een combinatie van alternatieve energie, zolang het maar niet die malle windmolens zijn, en kerncentrales. Ik zou willen pleiten voor de bouw in Nederland van minimaal 1 en als het nodig is 2 kerncentrales. Niet ideaal, maar veel beter dan die CO2-uitstoot producerende kolencentrales. En inderdaad geen nieuwe kolencentrales bouwen. Straks een reactie van mevrouw Halsema, maar eerst even meneer Roemer. Ja. Laten we eerst eventjes vaststellen dat we er in ieder geval met z'n drieën over eens zijn dat die CO2-opslag in de grond, wat onze partij in ieder geval niet doorgaat. Een heel belangrijk punt betekent is erbij. Betekent u voor met z'n drieën, dat is mooi. Dat is in ieder geval alvast. Helder, hè? Ja. Maar een heel terechte opmerking die ook geplaatst wordt. Als wij de CO2 willen opslaan in de grond van 4 kernkolencentrales, dan heb ik een 5e kolencentrale nodig om het de grond in te pompen. Precies. Dat is natuurlijk wel heel onzinnig om daaraan te gaan beginnen. Daar moeten we dus niet aan doen. We moeten absoluut naar 2 dingen toe. 1 is dat we echt veel zuiniger moeten zijn op onze energie. Er gaat nog heel veel restwarmte bijvoorbeeld weg. We hebben hier een centrale in Delfzijl staan. De helft van de warmte verdwijnt nog steeds helaas gewoon het water in. Daar kunnen we nog veel meer verdienen. En het tweede is, we moeten besparen op energie. En het derde is natuurlijk dat we naar die alternatieven moeten. En windenergie, daar zijn wij voor. Ik ben er wel voor dat we daar een windpark op zee van maken. Even de grote Rutte, probleem dan is, ik ben het met uw verhaal eens. Maar je kunt niet de toekomstige energiebehoeften dekken met de combinatie van alternatieve energie en energiebesparing. Dat zeggen alle wetenschappers. Je zult een zekere basislast, heet dat, ook moeten handhaven. En dan komt de keuze. Kiest u als SP voor dat basisstuk, die eerste 40-50% de komende jaren. En dat zal minder worden. Maar de komende jaren is het ongeveer de helft van wat we nodig hebben. Kiest u voor kolencentrales of kiest u voor kerncentrales? Maar graag een duidelijk antwoord. Meneer Rutte, die kerncentrales, die als je nu zou besluiten om een kerncentrale neer te gaan zetten, dan begint het pas over 20 jaar. En dan mag je nog blij zijn. Je bent dan al hartstikke te laat. Dat is niet waar. Zou ik even mogen interromperen? Het is namelijk, ik had even een leuke discussie met de heer Roemer. Dat snap ik. Maar het is een absurde tegenstelling die de heer Rutte schetst. Want ik kan u wel vertellen, de VVD die laat de kolencentrales intact. U legt ze niets, nog geen haarbreed in de weg. En u bouwt er kerncentrales na. U maakt een overmaat aan grijze energie, waardoor de groene energie kansloos en onrendabel wordt. Dat is wat u doet. Uw hele verhaal van groen rechts, het is loszand. Echt. En meneer Rutte, als wij één opmerking, dan kun je er gelijk op reageren. Als wij nu meteen naar die ouderwetse kolencentrales voorziening gaan, of je wil een kerncentrale bouwen, dan is dat meteen een streep door alle innovatieve vernieuwingsprojecten van duurzame energie. Ik wil nu echt even kunnen reageren. De VVD steekt meer dan een half miljard euro extra in alternatieve energieontwikkeling. En dat doen wij omdat we dat van het allergrootste belang vinden. Voor de Nederlandse milieusituatie, maar ook voor het minder afhankelijk maken van Nederland, van het Midden-Oosten, van Rusland. En we weten met z'n allen dat de fossiele brandstoffen, zoals kolen, zoals olie, dat die gaan opraken. Daarom moeten we die massale inzet plegen. Maar het is naïef, mevrouw Halsema, het is echt naïef als u denkt dat u het probleem van de energievoorziening in Nederland kunt oplossen. En dat zeg ik ook tegen de heer Roemer, uitsluitend met alternatieve energie. Nog even mevrouw Halsema hierover. Kiezen voor een alternatieve
voor een normale energiebron zoals kernenergie of kolencentrales, als je ervoor wilt zorgen dat hier lichten blijven branden? Dit soort angstscenario's heb ik de afgelopen dagen vaker gehoord. Maar wij hebben een teveel aan grijze energie. En GroenLinks, die op het terrein van het milieu, ik denk ongeslagen is door al deze partijen, laat jaar in, jaar uit. Dat lacht meneer Roemer om, hè? Laat jaar in, omdat je 1300 extra... Laat jaar in, jaar uitzien dat het wel degelijk mogelijk is, ook door middel van duurzame energie in je energievoorziening te voorzien. Maar ik heb een concrete vraag gesteld. Nou, ik heb ook even een concrete vraag. Nou, ik zou hem even beantwoord willen zien. Want hij zegt namelijk dat hij geen kolencentrales wil. Maar ik heb hem nog nooit een maatregel horen noemen tegen kolencentrales. Dus ze krijgen een vraag aan. De vraag is een CO2-norm voor nieuwe centrales. Ik heb u net gezegd, wij willen geen nieuwe kolencentrales meer in ontwikkeling nemen. Maar dat heb ik u net gezegd. Wat gaat u daartegen doen? Want de vergunningen zijn al lang afgegeven. Dus je moet maatregelen treffen. Wij staan dadelijk aan de vervanging van een aantal bestaande kolencentrales. Als we nu niet de beslissing nemen om geen nieuwe kolencentrales in ontwikkeling te nemen, dan worden die weer vervangen door kolencentrales. Dat voorspel ik u. Met dus uw beleid. Die vier kolencentrales mogen gebouwd. Die vier kolencentrales zijn al in de planning. Ik wil geen nieuwe. Ik wil geen vervanging van bestaande kolencentrales die nog niet, die dadelijk moeten worden vervangen. En daarvoor wil ik liefst een combinatie van alternatieve energie, maar ook kernenergie. En ik begrijp werkelijk niet meer verhaal. Nee, maar wacht even. Ik wil toch een tegenvraag stellen. Hoeven we niet meer over alternatieve energie te praten. Dan is ons hele klimaat verziekt. Ik wil nog een vraag stellen over die kerncentrale. Komt die in het noorden, wat u betreft? Ik denk dat het beste is als je in ieder geval er één bijbouwt waar die nu al staat. Hè. Dat is in Zeeland, hè, in Borselen. Dat zou het allerbeste zijn. Als je nog een extra nodig zou hebben, dan moet je naar kijken. Dan moet je gewoon kijken waar je dat het beste kunt doen. Of dat in Borselen is of in het noorden. Dat nou, geef eens antwoord op die vraag. Ik weet niet wel zeker dat je er één nodig hebt. Want diegene die nu gepland staat in Borselen gaat alles bij elkaar zo'n 15% opleveren van de Nederlandse energiebehoeften op het gebied van elektriciteit. En de vraag is dus of je überhaupt nog een tweede moet bouwen. Ik las namelijk ook in uw verkiezingsprogramma dat je zegt van ja, als CO2 dan toch de bodem ingaat, waarom kernafval niet? Nee, wij zijn voor dat de industrie daar weer staat. Hè. Dus in Borselen heb je dat. Ja, maar u schrijft ook in het verkiezingsprogramma, maar misschien komen we er niet omheen. Ja, maar dat zou in de toekomst nodig kunnen zijn als er meer kernafval is. Maar op dit moment is het zo. Kan het kernafval dan ook in de noordelijke bodem terechtkomen? Ja, ik voel er helemaal niet zoveel voor. Want op dit moment heb ik namelijk al in Zeeland een fantastische industrie waar het kernafval wordt opgeslagen. Niet alleen van Borselen, maar ook van andere centrales in Europa. Dat is een modern bedrijf. Daar kan een Boeing 747 bij wijze van spreken invliegen zonder dat er kernafval vrijkomt. Dus het is hoog beveiligd, hoog kwalitatief. Dat is een moderne industrie. Maar u zet de achterdeur wel op in het verkiezingsprogramma. Ik denk eerlijk gezegd dat je het uiteindelijk niet nodig hebt. Het draait er helemaal omheen, want u heeft natuurlijk hartstikke gelijk. Als je het erin zet, dan moet je ook zeggen waar man en paard noemen, waar wil je die grond stoppen. Ik vind het al oprecht, maar je draait op, je moet de optie open houden natuurlijk. Ja, maar u houdt want alles je weet open. Niet hoeveel kernafval je dadelijk hebt in Nederland. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld bij die kolencentrales. Waarom pakt u bijvoorbeeld niet door als het gaat om energiebesparingen? Als wij een bouwbesluit samen zouden nemen om bijvoorbeeld te verplichten dat isolatiemateriaal nou eens een keer bij nieuwbouw verplicht wordt in het bouwbesluit, heeft u gewoon tegengestemd. Dat zijn van die maatregelen die zeer effectief zijn om te voorkomen dat wij zoveel energie nodig hebben. Dat zijn concrete maatregelen en dan is de VVD steeds niet thuis. We hebben een ander voorstel gedaan, dan moet u ook wel het hele verhaal vertellen. We hebben een ander voorstel gedaan, namelijk dat als de overheid zelf... Pak nou eens dit voorstel, draai er niet weer omheen. Ik vind dat geen goed voorstel, dat vind ik veel te dirigistisch. Ik heb voorgesteld om als overheid... Als wij zelf kantoren bouwen, als overheid, en heel veel kantoren in Nederland zijn van de overheid, dat die moeten voldoen aan de hoogste eisen waar het gaat om klimaatneutraliteit en CO2-neutraliteit. Werp de handen ten hemel, want... Nou ja, kijk, je ziet een enorme verkramptheid bij de VVD om natuurlijk dat mislukte etiket van een aantal jaren geleden van GroenRechts nog ergens weggezet te krijgen. Maar de VVD is gewoon blauw-grijs. Ik bedoel, dat heeft niets met groen te maken. U heeft ook helemaal niets groen aan, maar toch ik even. Ik zou even vastgesteld willen hebben, want de heer Rutte is daar brutaal in. Gisteren zei hij bijvoorbeeld ook tijdens het lijsttrekkersdebat, de VVD houdt de kolencentrales tegen, in tegenstelling bijvoorbeeld tot GroenLinks. Ik zou nu vastgesteld willen hebben. Dat de VVD ruim baan geeft aan vier nieuwe kolencentrales. Dat werd net erkend. De uitstoot daarvan is net zo groot als het hele wagenpark in Nederland. Maar dan zijn we weer terug dat bij de kolencentrales. Dat gaat de VVD. En daar tekent hij dan nog eens twee kerncentrales bij, wat ook geen duurzame energie is. Het energiebeleid van de VVD is grijze energie
onverantwoord voor dit land. Geen reactie van Rutte? Door het maar steeds te herhalen. Door het maar steeds te herhalen is het nog niet waar. Wat u doet is 13 miljard steken in lastenverzwaring. 13 miljard, omdat u allemaal extra milieuheffingen gaat opleggen in Nederland. Wat ik voorgesteld heb gisteravond in het debat. Wat ik heb voorgesteld in het debat gisteravond is. We moeten dadelijk bestaande kolencentrales gaan vervangen. Daar ben ik op tegen als dat opnieuw gebeurt door kolencentrales. Laten wij die vervangen door kerncentrales. Ik heb toen gezegd, mevrouw Halsema komt er niet omheen, met al haar mooie woorden, om uiteindelijk in Nederland nieuwe kolencentrales te gaan bouwen. Oké, ik zet hier even een punt achter. Want ik wil nog even één ding naar voren brengen. In het noorden wordt namelijk ook gezegd van ja, die CO2-opslag, de een is tegen, de ander is voor. Het zou ook wel economisch wat voor ons kunnen betekenen. Mm-hmm. Namelijk werkgelegenheid. Is dat niet een puntje? Nee, je moet ontzettend voorzichtig zijn als je economische motieven laat prevaleren boven veiligheidsaspecten. Ook zolang in deze tijden? Ja, ook in deze tijden. Want op het moment dat wij daadwerkelijk de CO2 in de grond gestopt hebben en we zijn er niet van overtuigd wat daar de gevolgen van zouden kunnen zijn, dan zijn we nu volop mee bezig, moet je dat risico niet willen nemen. Ja. We hebben hier in het noorden, dat is natuurlijk een van de krachtige aspecten van de noordelijke provincies. Je hebt hier natuurlijk Energy Valley, je hebt hier een enorme kennis zitten op het gebied van energiezekerheid. De hele gasunie natuurlijk is daar centraal in, maar er is een hele hoop industrie omheen gegroeid. Ik denk dat als je nou één aspect wil pakken in het noorden, dan zijn er gelukkig nog veel meer. Maar laat ik dit aspect nou pakken, om hier in het noorden extra werkgelegenheid te krijgen, om die discussie over krimp, die een deprimerende discussie vindt, om te buigen naar een discussie over economische groei, hoe het noorden voorop zou kunnen lopen in Nederland. Maar moet de CO2-opslag daar een rol in spelen? Ja, luister. Ik denk dat je het uiteindelijk niet nodig hebt. Als je verstandige beslissingen neemt over de vraag hoe de energie moet duidelijk hoe deze partijen erover denken. Maar we moeten het op dit moment niet willen. Precies. Ja. Maar misschien is het goed om op te merken. Kijk, ik vind dat je de veiligheidsrisico's van CO2-opslag niet moet overdrijven, want dat verspreidt angst. Als er CO2-opslag nodig is, kan dat ook op zee. En daar zou je voor moeten kiezen als het moet gebeuren. We weten sinds Mexico wat voor gevolgen het heeft als iets op zee doet. Ja, u verwijst naar de Verenigde Staten. Ja, maar u moet er wel voor zorgen dat je niet het een en het ander zomaar vergelijkt. Dat vind ik een beetje risico. Nou, maar hier weten we het risico toch ook niet van. Wat zegt u? Hier weten we het risico toch ook niet van als het op zee gebeurt. Nee, maar ik heb er altijd. Er zijn erg veel onderzoeken gedaan naar de risico's van CO2-opslag. En we weten dat die risico's heel beperkt zijn. Je moet er, laat ik duidelijk zijn, wij willen het niet op land. Wij hebben gezegd, als het moet, dan op zee. Twee, volgens mij liggen er in Groningen heel veel mogelijkheden en moet je daar de werkgelegenheid met name in zoeken. Daar zijn wij het met z'n drieën over eens, en dat is goed, namelijk in innovatie en technologie. In groene innovatie en technologie ligt ook hier in Groningen heel erg veel mogelijkheden. Een tweede punt dat ik zou willen noemen, en dat is ook nog enigszins in antwoord op de krimp, is de drie provincies hebben natuurlijk heel veel mogelijkheden, ook voor groene recreatie. En dat moet volgens mij ook de komende jaren toenemen. Ook daar zit heel veel werkgelegenheid. En zo eindigt u in eensgezindheid. Ja. Dat is mooi. Dank u wel. U mag terug naar uw plek. De andere partijen, waaronder de regeringspartijen, die hebben gezegd van ja, het volgende kabinet moet daar een besluit over nemen. Die mogen nu nog reageren, ieder 30 seconden. Meneer Balkende, ik begin bij u. Uw camera staat aan. De toekomst zal uiteraard een toekomst zijn van duurzame energie. Alleen in de tussenliggende periode hebben we andere maatregelen nodig. De fossiele energie en ook kernenergie is onmisbaar. We zullen die keuze ook moeten maken. En dan wat betreft CCS, ondergrondse opslag. Ik zie het eigenlijk zo. Er komen kolencentrales bij. Dat kun je leuk vinden of niet, maar dan heb je te maken met CO2-uitstoot. En als dan de keuze is, uitstoot in de lucht of ondergrondse opslag, dan denk ik dat het veel verstandiger is om te kiezen voor ondergrondse opslag. En dan zitten we hier in een deel van Nederland waar we het hebben over Energy Valley. Laten we alsjeblieft die CCS-techniek goed ontwikkelen, daar gebruik van maken. Als wij het niet doen, doen anderen het wel. Laat die kansen zelf benutten. Er waren hele lange 30 seconden, maar vooruit. Dank u wel. Meneer Cohen, ook voor u 30 seconden. Dank u wel. Het is volstrekt duidelijk dat wij ons uiterste best moeten doen om het energiegebruik enorm terug te brengen. Dat is de allereerste eis die we moeten stellen. In de tweede plaats moet je ook je uiterste best doen om de zaak zo duurzaam mogelijk te maken. Maar we zitten in een periode waarin we die beide eisen nog onvoldoende kunnen realiseren met de energiegebruik van dit moment. En in het licht van die overwegingen en met enige tegenzin zeg ik dat het mogelijk moet zijn om die CO2-opslag ook hier mogelijk te maken. Ook in het noorden? Ook in het noorden? Ja. Meneer Alfoest, u hebt ook 30 seconden. Ja. Ik laat de heer Rutte van Grijs rechts even alleen in zijn strijd tegen windmolens. Maar ik weet niet of je de mensen in het noorden hier helpt als je zegt, we komen niet de CO2 in de grond stoppen, maar wel eventueel het kernafval. Volgens mij helpt dat niet echt. Ik ben geen deskundige als het gaat om CO2-opslag. Maar ik weet wel
dat het niet meer, dat het meer is dan alleen het oplossen van een probleem en het stoppen van een probleem in de grond. Juist als het gaat bijvoorbeeld om het leeg produceren van de velden, de gas eruit, dan heeft het dus voordelen om daar met CO2-opslag verder te werken aan innovatie. En dat kan met Energy Valley en anderen. Jammer, u mag niet meer reageren. Helaas. Ja, helaas. Want nog 30 seconden over voor meneer Vechtelt. Dank. De toekomst is natuurlijk groene energie, maar CO2 is natuurlijk iets waar we de komende jaren een oplossing voor moeten vinden. En als je kijkt naar de discussie in Barendrecht, is dat op een verkeerde manier gestart. Ik denk dat we in Nederland het lef moeten hebben om de innovatie die daar ook achter zit, ook in het noorden, te gaan bekijken of via een proefmogelijkheid dit iets is waar we op verder kunnen. En ik denk dat het een grote kans kan geven. We moeten er voorzichtig mee zijn. Het is niet de uiteindelijke oplossing, maar ik heb CO2 liever goed onder de grond dan in de lucht. En je hebt er niet eens 30 seconden voor nodig. Ik dank u allen hartelijk. We gaan naar een volgend thema, Joeken. Ja, en dat volgende thema is het noordelijk landsdeel. En dat speelt hier in de regio behoorlijk. En we hebben ook even een reportage gemaakt, zodat u weet hoe dat hier leeft. Hier op dit punt in 1 West komen de drie noordelijke provincies samen. Friesland, Groningen en Drenthe. Een mooi punt, zou je zeggen, voor een nieuw provinciehuis wanneer de drie gaan fuseren in 1 noordelijk landsdeel. De discussie daarover wordt steeds vaker gevoerd, maar niet iedereen is daar blij mee. Nooit meer rennen. Hoezo niet? Oh, toch niet. Een goede Drent wordt nooit een Fries. Er is nu een plan om de drie provincies samen te voegen. Vind je dat een goed idee? Nee, ik ben gewoon van Friesland. En oh ja, en de rest doet er net bij. Ik denk dat de Friesen te trots zijn op zichzelf. Dus het probleem ligt bij de Friezen? Ik denk het wel. Sorry. Werkgeversorganisatie VNO-NCW Noord stelt dat een samengaan van de provincies een enorme kostenbesparing betekent. En bovendien krijgt een grote provincie meer voor elkaar in Den Haag. Volgens eigen onderzoek zijn de inwoners het daarmee eens. Wij zien duidelijk dat de Noorderling daar een hele nuchtere zakelijke kijk op heeft. En ziet dat een krachtigere regio veel meer te winnen heeft dan de nu toch versnipperde regio. Ja, dames en heren, de echte Groningen kankoek hoor. Vandaag in aanbieding. De echte originele Friese suikerbollen, dames en heren. Ja, ja, de echte Friese suikerbollen. De echte originele Drentse roggebollen. De lekkerste, gratis gesneden. Ik ben Fries, ik ben getrouwd met de Groninger en we wonen in Drenthe. Dus op zich is het al allemaal noordelijk. En ik, ja, maar ik vind toch... Eigenlijk bent u al het lopende voorbeeld van de noordelijke samenwerking. Eigenlijk wel. Op sommige terreinen werken de provincies al samen. Maar de Friese Nationale Partij wil geen stap verder gaan. Wat die provincie voortvallen zou, dan valt er maar een druwende kracht achter al dat mooie van Friesland voort. En dat zou schande zijn, want daar wordt Friesland eigenlijk alleen maar volle minder van. Friesland bobben, hè? Friesland had zijn eigen cultuur. En u bent bang dat dat dan verloren gaat? Ja, ik denk het al. Verliezen we bij een fusie onze eigen Drentse, Groningse en Friese identiteit? En scheelt het nou echt zoveel geld en ambtenaren? Of wordt de afstand tot de burger alleen maar groter? En hoe gaat die nieuwe provincie eigenlijk heten? Meneer Roemer, u was gisteravond op Dreef, het Noordelijk Landsdeel. Hoe gaat dat heten? Nou, ik vind dat een hele mooie naam. Nee, dat moeten we vooral niet doen. Nee. Ik denk dat het de politiek nog verder op afstand zetten is van de mensen. En ik denk dat dat een heel slecht idee is. Je moet het niet zoeken in het in één keer maar zo bestuurlijk bij elkaar gooien en zeggen van die drie noordelijke provincies, dat is één gebied. Wat je wel veel meer moet doen, is die samenwerking zoeken. Ik heb zelf, ben ik wethouder geweest in de plattelandsgemeente. Daar hebben wij heel veel, twee fusies achter elkaar gehad die totaal niet gedragen zijn. Het heeft wel 10 jaar geduurd voordat er eens een keer opgelost werd wat alle gevolgen van zijn. Dus en niet. Op dit moment uw antwoord zie is nee. Op dit moment zie je dat die samenwerking tussen de gemeentes omringend, dat heel veel effectiever kan werken dan te zeggen van gooi het maar allemaal op één hoop. Samenwerking of fusie, Pechtold? We moeten gaan samenwerken in een fusie, wat mij betreft in meer landsdelen. En wat betekent dat, want een fusie? Nou ja, dat betekent omdat we het aantal bestuurslagen de afgelopen jaren, eeuwen alleen maar uitgebreid hebben. De provincie Friesland, de provincie Drenthe en Groningen. Ik daag iedereen uit die nu zit te kijken om te denken wanneer zou die ontstaan zijn. Dat is 150 jaar geleden, in 1845. Dus dat je Fries bent, heeft niets te maken met de bestuurslaag provincie. Ja. En zou het niet mooi zijn door waar we alleen maar bij hebben gekregen, dat we nu zeggen, ze werken al samen, ze doen al samen. Zojuist het applaus was ook al dat ik dacht, nou, dat gaat de goede kant op. En als ik nou die drie heren zie kijken, en ik denk, daar zit over 5 jaar een mooie dame, dan gaan we de goede kant op. Meneer Balkenende, reactie? Nee, niet doen, joh.
Voordat je het weet heb je een Balkenende. Meneer Balkenende, ja. Ik ben altijd een beetje beducht voor bestuurlijke modellen, discussies. En dat heb ik te vaak in Nederland gezien. Ik vind de eigenheid van provincie... Ja, maar bestuurlijke modellen, we hebben Pechtold zegt van ja, goed idee. Nou, ik vind dat de eigenheid van een Groninger of van een Fries of van een Drent ontzettend belangrijk is. En volgens mij is iets veel belangrijker dan één provincie. Ik kies voor de provincies zoals ze zijn. Maar wel samenwerken. Maar dat is iets wat veel belangrijker is. En dat is het geloof in je eigen kracht. Wat mij opvalt als ik hier ben in dit gebied, dan zie je een geloof in jezelf. Het is dus een tijd geweest dat Groningen naar Den Haag keek. Nu zie je met Energy Valley, met de Eemshaven, wat er allemaal gebeurt in de provincies, een geweldige dynamiek en vitaliteit. En daarmee win je volgens mij veel meer met die houding, die mentaliteit en goede samenwerking dan een bestuurlijk model rondom één noordelijk land. Ik zal het niet doen. Mevrouw Halsema. Maar dat staat wat anders in uw visie. Mevrouw Halsema had ik het woord gegeven. Ik had mevrouw Balkenende. Oké, ik had mevrouw Halsema het woord gegeven. U mag zo reageren. Ja, want dat is mevrouw Halsema. Eerst mevrouw Halsema. Ja, kijk, als ze ruzie hebben, wil ik ze best even de vloer geven. Oké. Maar, zeg dat maar even uit. Ja. Ik ben opgegroeid in Overijssel. Maar toch heb ik me nooit een Overijsselenaar gevoeld, maar een tukker. Ik kom uit Twente. Ondanks dat er geen Twentse grenzen zijn. Maar die streekcultuur, daar ben ik meer mee verbonden, net als met het dialect, dan met Overijssel. GroenLinks pleit voor 7 landsdelen waar de waterschappen in opgaan. Wij willen graag de bestuurlijke dichtheid in Nederland verminderen. Dat wil niet zeggen dat we iets aan de streekculturen willen doen. Natuurlijk. En maar ik u moet zegt zeggen, het ja ook tegen de fusie Friesland-Groningen-Drenthe. Ja, maar ik wil er 1 opmerking bij maken. Het CDA is een negatieve campagne begonnen tegen de mensen die pleiten voor landsdelen. Die hebben bijvoorbeeld mij, maar ook Alexander Pechtold, op een zwarte lijst geplaatst, waarbij gesuggereerd wordt dat wij de streekculturen aan banden willen leggen of willen laten verdwijnen. Nee, ik vind het ongelooflijk unfair om dat te suggereren. Wij willen niet van de streekculturen af. Friese mogen Friese blijven. Wij willen van de dichtheid van CDA-bestuurders af. Ja. Pechtold wilde nog even ruzie maken. En ik lach er heel lief bij. Ja. Dat is erg mooi. En de rebound nog even. Nou, ik vind omdat het CDA meet met 2 maten. U zegt in uw verkiezingsprogramma, in de Randstad kan het wel. Dus u wil dadelijk dat de economische motor van de Randstad nog krachtiger wordt en dat je met verdeelde provincies in de rest van het land blijft zitten. Dat is mensen naar de mond praten. Dat is inspelen op gevoelens. Al zou die identiteit alleen in een provincielaag te vatten zijn. Hoe vaak komen wij op het provinciehuis als burger? Nooit. Dat heeft te maken met dat het een bestuurslaag is geworden, waar nu taken gebeuren zoals de jeugdgezondheid, waarvan ik zeg dat kan makkelijk naar sterke gemeentes toe. Het zijn inmiddels de VNG en andere en de waterschappen die in flink aan inhalen zijn. De andere ook nog even naar de lange interventie van de heer Pechtold. In het CDA-programma zeggen wij dat je wel heel goed moet kijken naar de Randstad. Dat is logisch, want je hebt dan Noord- en Zuid-Holland. Je hebt 4 grote steden en je hebt Flevoland. Daar moeten echte zaken worden herkaveld. Ja. Maar hier in dit deel van het land kun je makkelijk met 3 provincies toe. En het heeft te maken dan met... Dan komen ze toch verder achterop? Nee, maar dat is, als er goed wordt samengewerkt, laten we oppassen dat we het alleen denken in dit soort modellen. Dat is, uw punt is duidelijk, Rauwvoet. Dan Rutte. Nou ja, ik heb hier een hele nuchtere benadering. Ik ben niet zo van de afdeling die zegt van we hebben een oplossing en we zoeken er een probleem bij. En dat is hier wel wat hier gaande is. We hebben goede voorbeelden zien waarbij de 3 provincies zeggen als het gaat om de bereikbaarheid van de noordelijke provincies. Dan trekken we samen op. Dan gaan we samen een vuist maken in Den Haag. En dan zorgen we dat er een pakket komt wat veilig moet zijn, zeg ik meteen maar eventjes bij, ook voor de toekomst. Voor die bereikbaarheid. Waarom zou je daar nou vanuit Den Haag gaan zeggen, nou we gaan nog eens achter de tekentafel zitten. We gaan nieuwe modellen, we gaan landsdeel maken. Ik zie niet in welk redelijk doel er mee gediend is. Jawel, je spaart er 2 commissarissen mee uit. Nou, oké. Okay. Maar dat is een Haagse benadering. Ik zoek het in de vitaliteit van de regio zelf, van de provincie zelf en de bereidheid tot samenwerking als er gezamenlijke belangen op het spel staan. Uw punt is duidelijk. Kan iedereen... Rutte? Voor mij staat het draagvlak centraal. Het verschil tussen de Randstad en het Noorden is dat in de Randstad heel weinig mensen iets met hun provincie hebben. Je voelt je geen Zuid-Hollander. Maar iemand in Friesland voelt zich Fries, iemand in Drenthe voelt zich een echte Drent. Dat is een groot verschil tussen de Randstad en het Noorden. Ik zou zeggen, zet in op samenwerken. Leg vanuit de Rijksoverheid niet op dat je moet samenvoegen. Zou dat draagvlak zijn in de provincies om te zeggen, we gaan samenwerken. Of we gaan zelf samen, dan moet je er landelijk naar kijken. Maar vanuit de landelijke politiek zeg ik, samenwerken, geen fusies afdwingen. Oké, okay, Cohen hebben we nog niet gehoord. Ja, u hebt hier wel fans zitten, ben ik Cohen. Ik sluit het niet uit.
En dat betekent dat wat mij betreft de samenwerking, die moet er zijn en die wordt afgedwongen door de omstandigheden. Als die omstandigheden door deze provincies worden gedetermineerd als we zullen een stap verder moeten gaan, dan vind ik het prima. Maar om op dit moment te zeggen, we gaan dat samenvoegen, terwijl dat ongelooflijk veel gedoe zal opleveren, wat contraproductief zal zijn aan de dingen die er moeten gebeuren. Daarom zeg ik, je moet het niet opleggen. Maar als hier in deze provincies tot de conclusie wordt gekomen, het is nodig, dan vind ik het prima. Okay. Eerst de Roemer en dan Pechtold. Ja. In plaats van steeds maar naar die schaalvergroting te gaan, dat heeft het verleden, en we hebben een heleboel voorbeelden gemerkt, dat dat naast een aantal voordelen vooral ook heel veel nadelen kan hebben. Zou je veel eerder, als we inderdaad de boel overhoop gaan gooien, naar schaalverkleining moeten gaan. Dat zou voor deze provincies betekenen dat dat een prima schaal is. Dan moet je zo houden en dan moet je gaan samenwerken. De provincie Brabant, die zou voor mij betreft wat dat betreft in drie regio's verdeeld mogen worden. Die is namelijk veel te groot waar ik zelf woon. Waar u een punt heeft, is dat we moeten kijken welke taken zitten nu bij de provincie die daar die thuis horen, die veel beter op gemeentelijk niveau zou kunnen zijn. Jeugdzorg is genoemd, om maar een voorbeeld te noemen. Dat is een taak die moet je zoveel mogelijk naar de gemeentes toeleggen, daar waar het kan. En daar hebben we geen provincies voor nodig van deze grootte, dus daar moet het om. Pechtold nog even, dank u. Waar het mij om gaat, als wij de komende jaren op arbeid, op wonen, op zorg, stevige bijdragers van de mensen vragen, dan moet je ook als bestuurslagen zeggen, klopt het nog dat in 2010 je stadsdelen hebt, je steden en dorpen hebt, je WGR, WGR plus, waterschappen, provincie Den Haag en Brussel. Dat kan niet, zo is niet bedoeld, ik ben een democraat, maar dat is veel te langzaam. Dat je dan alleen de Randstad, en ik snap het niet vanuit het CDA, ook nog een voorsprong geeft door samen te werken, waardoor regio's nog verder achterop komen, snap ik al helemaal niet. Er is leiderschap nodig om te zeggen, de komende jaren, de VNG is al zover, de waterschappen kloppen aan de poort, om te zeggen, wij pakken deze discussie door. In Denemarken heeft men in 2 jaar tijd het teruggebracht tot 50 gemeenten en 5 landsdelen. En nu 4 jaar later werkt dat zeer succesvol. We gaan Europa naar, we werkt gaan met landsdelen. Cohen, nog even een reactie. Alexander Pechtold verbreedt nu de discussie enorm. Ja, we hadden het over drie provincies en verder niet over iets anders. Ik heb wel al eerder gezegd dat ik vind en dat hier de krimp noodzaakt tot verdere samenwerking. Dat zal ook in gemeentes het geval zijn. Dat zal in onderwijs het geval zijn op al die terreinen. Die noodzaak die is er en die wordt hier geproefd. En die noodzaak kan er ook zijn op het gebied van de provincies. Maar ik vind dat dat in eerste instantie door die provincies zelf onderkend moet worden. En die noodzaak die er is, die krimp die komt op ons af. En dat zal dus echt ook enorm impact hebben. En als dat ertoe leidt dat daardoor die provincies zeggen, en nou gaan we het bij elkaar, dan vind ik het goed. Okay. Maar eerder denk ik dat op dit moment dat het improductief is om het op te We sluiten af met nog één opmerking van Rauwvoet. En dan is dit wat. Ik denk dat juist het voorbeeld wat de heer Pechtold geeft over de waterschappen aantoont, dat het dus op een andere manier kan dan vanuit Den Haag te zeggen, we gaan het nu samen voegen tot een landsdeel. Als ik het goed heb, was begin van de 20e eeuw, waren er nog 400-500 waterschappen alleen al in de provincie Friesland. Dat zijn er nu, de laatste stap is gezet van 6 naar 1 waterschap. Dat kan dus gewoon gebeuren. Maar kom nou weg bij die Haagse tekentafel en zeg dat we daar vandaag gaan uittekenen. Dat Eén ding is komen. Heel duidelijk hierover, is het laatste woord nog lang niet gezegd. Dat lijkt me heel goed. Bedankt voor dit debat. Ja, u hebt gediscussieerd over veel thema's, maar wellicht is er nog een puntje waarvan u zegt van ja, dat wil ik graag nog even meegeven aan de noordelijke kijker. Nou, dat kan mooi. U krijgt ieder van ons nog 20 seconden zendtijd. Zomaar, zo. Gratis, en voor niets. En denk dan dat u naar de noordelijke kijker praat. Hè? Ja. Meneer Cohen, u bent de eerste die spits aan het bijten. Leven Groningen, Friesland en Drenthe. Laten we daarmee beginnen. Maar nee, ik geloof dat het debat van vandaag ook heeft laten zien dat de omstandigheden in deze provincies nopen tot een hele duidelijke aanpak die erop gericht moet zijn om de krimp op een hele andere manier te gaan bekijken. Dat is in de eerste plaats is dat een kwestie die hier moet gebeuren. En ik vind dat we vanuit de Rijksoverheid daar wel degelijk ook een bijdrage aan moeten leveren op de manier zoals dat hier in het debat aan de orde is gekomen. Dank u wel. Andere kant van de tafel. Meneer Balkende, u hebt ook 20 seconden. Groningen, Friesland en Drenthe zijn fantastische provincies. De vitaliteit is hier aanwezig met Energy Valley, met landbouw in Drenthe, met economische activiteit in Friesland. En wat zo belangrijk is, dat is dat de Rijksoverheid ondersteunt wat hier gebeurt, maar vooral die vitaliteit, uw eigen mogelijkheden, maak daar gebruik van. En het komt absoluut geweldig goed met de toekomst van dit land, ondanks de moeilijkheden. Dan gaan we naar mevrouw Halsema. Ja, u schrikt wakker bijna. Nee. Ik stond echt ademloos te luisteren, dat was het meer. Ja. 20 seconden ook voor u.
In deze crisis mogen wij de noordelijke provincies niet vergeten. Dat gebeurt nog wel eens. De werkloosheid slaat hier mogelijk nog harder toe dan op andere plekken. Tegelijkertijd liggen er ook in de noordelijke provincies hele grote kansen. In groene technologie, groene innovatie. En daar kan heel veel werkgelegenheid mee worden gecreëerd. Ik zou alles op alles willen zetten om een sociale en groene toekomst hier te laten beginnen. Ja. Meneer Rutte, ook voor u 20 seconden. In het noorden wonen mensen die iets van hun leven willen maken. Mensen die goed opgeleid zijn, mensen die ook vooruit willen komen. Maar er zijn wel problemen in het noorden, bijvoorbeeld met de krimp die we net besproken hebben. Daarom pleit ik ervoor dat bijvoorbeeld kleine ziekenhuizen open blijven, ook in het noorden. Daarom pleit ik ervoor dat er extra agenten bij komen, zodat het veilig is op het platteland. Daarom pleit ik ervoor dat we extra mogelijkheid geven voor agrarische bedrijven om te investeren. Het gaat om ondernemerschap, het gaat om de toekomst van het prachtige landsdeel. Kort, hè? 20 seconden. Prachtige provincies. Kom op. Oei. Geen landsdeel. Goed, meneer Roemer. Ja, een mooi praatje voor de bühne laat ik wel aan de VVV, want dat doen we allemaal. Eén onderwerp wil ik eruit pakken. In Groningen heb je een hele goede hoge opleiding muziek. Die dreigt misschien onderuit te gaan. En ik hoop dat ik dat tegen kan houden. En keurig binnen de tijd gebleven. Dat zien we wel eens anders. Meneer Rauwvoet, voor u loopt de klok zometeen ook. 20 seconden. Nou ja, kijk, als de discussie van vanmiddag iets heeft geleerd volgens mij, dan is dat er heel veel vitaliteit, heel veel power zit in deze provincies. En dat men ook bezig is met de eigen toekomst. We hebben het over de krimp gehad. En met de sociaal-economische vitaliteit. En het is van belang dat men de eigen kracht hier aanboort. Dat men zelf aan de slag gaat met wat men wil. Maar dan mag men ook op de Rijksoverheid rekenen. En ook op de steun vanuit Brussel waar dat nodig is. Om te zorgen dat die ontwikkelingen hier ten goede keren. En last but not least, zal ik maar zeggen, meneer Pechtold. Een stem op D66 houdt Rutte weg bij Wilders, houdt Cohen weg bij de conservatieve SP. Oh, en u zult zich bedenken, dat vormt een paars kabinet. Wat heeft dat te maken met het noorden? Dat heeft te maken dat we dan een paars kabinet deze zomer gaan vormen. Dat ik helaas niet kom zeilen, maar ik heb het ervoor over. Vanuit de oppositie. Ja, zo, onze tijd zit erop. We hebben nog een paar seconden over, dankzij Alexander Pechtold. Ja. Ja, dan bedanken alle lijsttrekkers voor de komst hier naar Groningen. En heel veel succes allemaal in de campagne op weg naar de verkiezingen van 9 juni. En ik hoop dat de noordelijke kijkers allemaal inderdaad iets wijzer zijn geworden. Ja, over 2 weken zijn die verkiezingen. Hebben u een klein beetje geholpen op weg naar uw stem. Dank voor het kijken namens de 3 noordelijke regionale omroepen. Goedenavond. Goedenavond. Ja, jij staat wel op zwarte lijst.